Ik neem jullie mee. We hebben het onderwijscentrum omgebouwd tot een priklocatie. Waar de medewerkers hier binnenkomen en zich kunnen gaan melden. Aangezien wij een heel programma hebben gemaakt om mensen te gaan inplannen. Mensen zijn ingepland voor de eerste vaccinatie, maar ook voor de volgende vaccinatie die waarschijnlijk over 3 weken gaat gebeuren. Nou, dan gaan we hier de ruimte binnen. En hier worden onze medewerkers geregistreerd voor het vaccineren. Dat betekent dat je toestemming moet gaan geven, dat je informatie gedeeld wordt met de RIVM. En dat je natuurlijk op het juiste moment op de plek bent om gevaccineerd te gaan worden. Dan krijgen de medewerkers hier een formulier om te ondertekenen dat ze toestemming geven voor deze gegevens te delen met de RIVM. En vervolgens dat ze naar de priklocatie kunnen om het vaccin toegediend te krijgen. Ook belangrijk is om te kijken welke contra-indicaties er zijn. En dat mensen wel veilig die prik krijgen. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat willen we zeker weten, dat mensen dat bewust van zijn en dan vervolgens de prik toegediend gaan krijgen. Neem ik jullie mee naar de volgende ruimte. Welkom in de bereidingsruimte van de apotheek. Ik ben Weiping Manabulu, ik ben ziekenhuisapotheker in de klinische farmacie. En hier gaan we de toedingsspuiten voor vaccinaties klaarmaken. We hebben hier een mooie koelkast staan die 24 uur per dag gemonitord wordt, zodat de bewaring van de vaccins goed blijft. En hier kunnen we dan vervolgens de spuiten klaarmaken en ze klaar in ze volgens per stuk in een bekkertje met een registratiekaart klaarleggen om vervolgens in de priklocatie te kunnen toedienen. Ik ben Allard Poel, ik ben verpleegkundige op het endoscopiecentrum en vandaag ga ik met een aantal collega's helpen bij het vaccineren van de eerste groep medewerkers in de acute zorg. Vandaag krijgen ze hun eerste vaccinatie en over 3 weken de tweede vaccinatie. Als alles geregistreerd is, gaan we naar de prikruimte en daar gaan we vaccineren. Hier staat alles zodanig klaar dat we 2 aparte plekken hebben voor de privacy. Hier krijgen de medewerkers dus de vaccinatie van ons. En als dat klaar is, gaan we naar de observatieruimte waar ze nog 15 minuten blijven. Daar blijven de medewerkers 15 minuten. Die worden hier geobserveerd door verpleegkundigen. Zo nodig kunnen we een bloeddruk meten of een zuurstof meten. En als alles goed gaat en er gebeurt verder niks, dan mogen ze weer weg.